We zijn hier bij het clubgebouw van Scouting Hoogvliet. We bestaan sinds 1954. Ja, zoals je ziet, helaas is het gebouw afgebrand. Normaal gesproken op zaterdag zijn we hier, of het hele weekend zijn we hier altijd. Hebben we opkomsten voor verschillende leeftijden van 2 uur. De kleintjes gaan altijd knutselen en tekenen en dat soort dingen. En de ouderen gaan het bos in, doen allemaal spellen. Je hebt bijvoorbeeld Levend Stratego of Vlaggenroof. Maar ook meer echte scoutingactiviteiten zoals kampvuur stoken, pionieren, kamperen en dat soort dingen. Heel plezier. We hebben een balans. We gaan rustig los. Om een kastje. Kom maar. Op woensdagavond 26 april om 11:30 werd ik gebeld met de mededeling van het clubhuis staat in de brand. Dus ik ben als een speer hier naartoe gekomen en ik zag het al vanuit de verte. Ik rook het ook al. En er stonden verschillende brandweerwagens. We waren volop bezig. Overal rook en vuur uit het dak. En ja, toen sloeg de schrik helemaal om ons hart. De dag erna werd het pas goed duidelijk wat eigenlijk de schade was. Aan de buitenkant. Ja, dan zie je niet veel. De buitenkant staat nog, maar de binnenkant is helemaal verdwenen. Alles is zwart. Ik kon niks meer terugvinden. Niks leek meer op wat het was. Al onze kampvlaggen, sjaaltjes, alle herinneringen, alles is verdwenen. De keuken, de meubilair, de speelattributen voor de kinderen. Alles is verdwenen. De tenten zijn ook verdwenen. Alles is weg. We hebben niets meer. We moeten alles weer opnieuw opbouwen. Vanaf de laatste brand in 1984 hebben we dat weer opgebouwd. En nu zijn we wederom alles weer kwijt. En dat is ja, zeer triest. Ja, zelf ben ik ook als kleine jongen bij de groep gekomen en eigenlijk altijd bijgebleven. Het is een plek waar je eigenlijk gewoon kan doen wat je zelf wil. Met beperkingen, maar ja, zo is het nou eenmaal. Het is een leuke opvulling van je weekend. Je hebt altijd wat te doen, altijd vrienden. Als Scouting Hoogvliet zijn we heel erg zichtbaar in onze eigen regio. We zetten ons heel erg in voor Hoogvliet. We doen mee met de avondvierdaagse. Dan lopen we diverse afstanden, met de kleinste tot met de grootste. We helpen altijd mee met het midzomeravondfeest in Hoogvliet. Dat is dan een groot vuurwerk en wij zorgen dan dat iedereen veilig achter de hekken blijft. We hebben pas meegeholpen met de dodenherdenking. We helpen dan mee met de kransen leggen, de bloemen uitdelen, de vlaggen hijsen we. In december helpen we ook altijd mee met de Sinterklaasintocht. We zorgen dan dat alles in goede banen wordt geleid en dat de Goed Heiligman een veilige tocht door de Hoogvliet kan maken. Binnen scouting zijn we ook heel actief met de regionale scoutingwedstrijden. Binnen onze eigen regio hebben we meerdere scoutinggroepen en alle ploegen van onze scoutinggroep doen dan mee met de scoutingwedstrijden. Dus die mogen zich dan bewijzen met hijklopen, koken, scoutingtechnieken. En de mensen die daar winnaar worden, die mogen naar de landelijke scoutingwedstrijden. En alle nummers 1 van de regio strijden dan tegen elkaar voor de nummer 1 titel in de landelijke wedstrijden. Elk jaar gaan we met alle onderdelen van scouting apart op zomerkamp. We zoeken altijd een leuke plek uit. De welpen zorgen dat ze een leuk clubhuis vinden, ergens in Nederland. En daar gaan ze dan een week lang allemaal leuke dingen doen, zoals zwemmen, een speurtocht lopen. Ze gaan een keertje naar de dierentuin of naar een pretpark. De ouderen, dus de scouts, die gaan op zomerkamp of in Nederland of in het buitenland. En om de 2 jaar proberen we ook op de fiets te gaan. Dus dat is ook een hele uitdaging om dan 60 tot 80 kilometer te fietsen voordat je bij je kampterrein bent. Scouting wordt steeds moderner en we gebruiken geen kompassen meer, maar GPS-apparaten. Je kan dan via de satelliet bepalen wat je positie is, je kan zien wat je snelheid is, je kan zien wat je afgelegde afstand is. En het mooie daarvan is dat je ook een schatkistje kan zoeken en dat heet geocachen. Dus een schatkistje wordt in de grond verstopt en met aan de hand van de coördinaten kan je met je GPS de schatkistjes zoeken. En wij hebben dan eigenlijk een groot evenement waar mensen zich kunnen inschrijven en in de buurt worden dan schatkistjes verstopt. Direct na de brand zijn we de eerste avond daarna gelijk al met z'n allen bij elkaar gekomen met een crisisteam. Want er moet natuurlijk een hoop gedaan worden na zo'n brand.
Het belangrijkste is, we zijn een heel actieve vereniging met wel zo'n 100 leden. En het belangrijkste is dat de kinderen hun opkomsten blijven houden. Dat je op zomerkamp kan. Dus het was heel hard op zoek naar een tijdelijke locatie. Je bent op zoek naar een nieuw clubhuis. Maar ook de ouders moeten bericht krijgen. We hebben een website opgezet waarin we bedrijven oproepen om ons te steunen. Een Giro-nummer geopend waarop mensen iets kunnen storten. Want het allerbelangrijkste is, we willen gewoon doorgaan. We hebben er zin in. De kinderen moeten gewoon op kamp kunnen. Wat heel fijn is, direct na de brand hebben we heel veel steunbetuigingen gekregen. Veel andere scoutingverenigingen hebben ons al opgebeld, getwitterd, gemaild. Dat ze hulp aangeboden hebben met materiaal, zodat de zomerkampen door kunnen gaan. De deelgemeente is direct in actie gekomen om ons te helpen, om te zoeken naar een tijdelijk ander onderkomen. We hebben dus heel veel reacties gekregen, maar nog lang niet genoeg. We hebben voornamelijk veel behoefte aan materiaal. Al het spelmateriaal is weg. Je wil met de kinderen wat te doen hebben. We hebben kookspullen nodig, kampeerspullen. Je kan het zo gek niet bedenken. Van gasflessen tot nieuwe GPS'en, bijlen, zagen. Maar ook boeken voor de kinderen. Nou, alles. Denkt u dat u wat voor ons kan betekenen? We hebben alle hulp heel hard nodig. Ik zou u willen vragen, ga naar www.botlektroep.nl. Daar staat alle materiaallijsten waar we hard behoefte aan hebben. Daar staat eventueel een Giro-nummer op waarin geld gestort kan worden. Maar daar bedanken we ook alle organisaties die al wat van zich hebben laten horen en waar we al wat van hebben mogen ontvangen. Maar dan kunt u ook zien wat wij allemaal doen, waar we zitten en wie er allemaal al heel actief bezig is. Help Scouting Hoogvliet uit de brand. Wij willen door.